مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kala Jorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 21 oktober 2020. Kala Jorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source Islat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook vanavond volgen. Via Facebook is Kala Jorkal ook te zien via Alpha Channel Suriname Facebook. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. En daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk te zien in Suriname zelf is Kala Jorkal vandaag te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kala Jorkal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze zeer moeilijke en droevige dagen voor u. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. De felicitaties gaan vandaag ook uit in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. En ik wens u alsnog een plezierige avond toe. Voor vandaag willen we in het bijzonder feliciteren Jerry Gurcharan, Shivindra Zarju. En vandaag met nadruk, extra nadruk feliciteren Firoz Abdul Aziz. Hij is de voorzitter van Kamerul Islam aan de Lijnsweg. En Firoz wordt ook mede in het bijzonder gefeliciteerd namens mijn moeder en ook namens alle leden van de Surinaamse Islamitische Vereniging. We wensen Firoz heel veel goede gezondheid en een fijne avond toe. De mensen die hun jaardag mogen voorbereiden voor donderdag 22 oktober, dat zijn Max Manahing, Sudinschen Jeram, Ryan Struiken, Trein Sralim, Shifaru Gublal en Majuri Kalu Misir. En die mogen allemaal zich klaarmaken voor hun jaardag, morgen donderdag 22 oktober. Voor vrijdag 23 oktober mag Rinne Admo Surojo zijn jaardag voorbereiden. En ook met nadruk mag de jaardag voor vrijdag 23 voorbereiden. Mijn eigen neef, woonachtig in Nederland, en daarvoor hebben we een foto van Anand Ramcharan. Anand viert vrijdag 23 oktober viert hij zijn 65-jarige verjaardag. Ik dacht dat we daarvan een foto van die goede man hebben. Oké, daar is hij in beeld. En waarom we hem zijn foto met nadruk willen wijzen. Hij is uit de groep van neven, is hij de oudste neef in de familie. En hij is altijd de plezierige neef en de gezelligste neef. Dus we wensen Anand Ramcharan, woonachtig in Den Haag, Nederland, een goede voorbereiding vrijdag 23 oktober. Jammer genoeg vanwege COVID ga ik er jammer genoeg niet bij zijn op je feestje, maar ik ben er zeker van dat hij altijd op zijn eigen geëigende manier een goede feest weet te bouwen. In het bijzonder voor zijn familie, want Anand houdt heel bijzonder veel van zijn familieleden, van zijn neven en zijn nichten. Ook een goede voorbereiding naar je jaardag toe, Anand. Mede namens mijn moeder, Audrey, Verdien, Brien en Malika. En ook alvast gefeliciteerd namens al je jongere broertjes en Lalita en alle andere neven, zoals Sunil, Suresh, Winot is je broertje. En ook je nichte Gita. En al die hele clan wensen jou een goede voorbereiding. En ik weet niet of je een feestje voor hen gaat bouwen, maar dat zal ik later wel merken en horen van ze. Overigens, als u, dames en heren, een jarig bent vanavond, een mooie avond aan u toegewenst en een goede voorbereiding voor degene die komende dagen hun jaardag gaan vieren in COVID-19 tijd. De internationale olieprijzen noteren voor vandaag voor een vat olie $41.73. En de goudprijs noteert $1,924.50 voor een troy ounce. We gaan voor vanavond direct de lijnen voor u opengooien.
Ik verwelkom uw maatschappelijke mening vandaag in Rashid Pirkans Kala Jorkal. U kent de rules and regulations. Wij verwelkomen uw mening op een zeer nette en beleefde manier, zoals u van nature geaard bent. Alles mag, zorg ervoor dat u geen mensen beledigt. Zorg ervoor dat u ook dat aan het eind van deze uitzending we allemaal iets van elkaar hebben geleerd. En de lijnen zijn nu open, het telefoonnummer is 5-320-37. U weet dat er nog steeds COVID in de wereld is, er is nog geen vaccin voor gevonden. Men beweert, althans, dat China reeds in een ver stadium zit om een vaccin te ontwikkelen. Men doet verschillende testen met die vaccin die men ontwikkelt in China momenteel in verschillende landen, onder andere Brazilië. Vooralsnog gaat het de goede richting op, maar het is bekend dat in geval er een vaccin wordt gevonden en het wordt internationaal erkend, zal dat bevestigd moeten worden door WHO, dat is de World Health Organization. Vooralsnog is er geen bevestiging dat er een vaccin gevonden is. Verschillende farmaceutische fabrikanten zijn wel drukdoende om een vaccin te proberen te ontwikkelen, maar we zijn allemaal in de wereld nog steeds wachtende. Intussen is het totaal uit de hand gelopen in Nederland, dat is bekend onder de mensen in Nederland. En nog 8 Nederlandse regio's hebben in het corona-dashboard het predicaat van zeer ernstig gekregen. Het hoogste risiconiveau geldt nu ook voor de veiligheidsrisico. De gebieden die target zijn voornamelijk Amsterdam en onder andere ook nog Rotterdam. 8.764 nieuwe coronabesmettingen zijn er in totaal in Nederland, waarvan 450 coronapatiënten in intensive care liggen. In totaal zijn 253.878 mensen in Nederland geteld die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Daarvan belanden 14.135 in het ziekenhuis. Er zijn er 6.874 mensen aan corona overleden. Wat ons eigen land aangaat, moeten we heel erg trots zijn. We doen het goed. Laten we het allemaal zo houden, zodat wij in elk geval ons eigen mensen, ons eigen land, goed afgebakend hebben voor COVID-19. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Farid. Ja, goedenavond. Hoe gaat het met u? Prima, dank u wel. Ik wilde het hebben over de bankinstellingen in verband met de valutaverstrekking. Er is vorige week zijn de 2 directeuren van 2 banken op de televisie geweest. En ze hebben hun verhaal gedaan over hoe ze financieel ervoor staan. Gezien de voorraad van de dollars. Men heeft maatregelen getroffen. En men is overgegaan tot verstrekken van $150 per week. Per klant. Dus als je rekeninghouder bent en je hebt een dollarrekening, dan mag je over $150 beschikken per week. Mijn vraag, misschien bent u op de hoogte, niet dat ik weet, maar geldt het ook voor de directeuren van de bank en voor de stafleden? Dat is mijn vraag, 1. 2. Hebben de heren goed nagedacht voordat ze op televisie zijn gekomen en zeggen, hebben ontfermd over waar die dollars eigenlijk zitten. Meneer Farid, als we nagaan, we hebben zoveel casino's, hè? Ga je een voorbeeld geven. De banken klagen dat ze geen cash geld hebben in kas. Ze hebben geen geld om de machines te bevoorraden. Maar weet u hoeveel biljetten van 50 SRD en 20 SRD en 100 SRD in de casino's zijn te vinden? Ik vraag me af, al dat geld wat elke dag in de casino wordt geïnd, wat doet men daarmee? En al die valuta, wordt het op de bank gestort of wordt het in eigen beheer gehouden? 2, we hebben zoveel bouwmaterialen zaken die beheerd worden door de Chinese gemeenschap. Weet hoeveel geld daarmee omgaat? Hebben de bankdirecteuren zich ook afgevraagd waar die dollars naartoe gaan door deze mensen? We vragen het omdat we weten dat deze dingen. Wij die een rekening hebben, wij die jaren gespaard hebben, wij die nu een pensioen krijgen in dollars uitgekeerd,
die nu thuis zitten op onze oude dag en van ons geld moeten, moeten op 70-jarige leeftijd elke week naar de bank om $150 te gaan innen. Ik vraag me af of deze mensen wel daarboven echt huiswerk hebben gemaakt om ons daarmee te confronteren. Dus men heeft wel gezegd, je mag het in euro opnemen, maar het verschil van die dollar naar die euro, ik weet niet of ze daar rekening mee houden, want het is een groot bedrag wat je verliest dan. Als je een groot bedrag in dollars hebt op je rekening en je moet het omzetten naar euro. Maar ik weet het, het is geen aardigheid. Maar ik vraag me af wanneer en hoe lang het gaat duren dat wij Surinamers over onze dollars gaan mogen. Want wij hebben dollars gestort op onze valutarekening. En we worden daarin beperkt. Dat was het. Dat was mijn vraag, meneer Farid. Fijne avond. Is goed, bedankt voor uw vraag. Ik heb geen antwoord namens de bankiers. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid om een antwoord daarover te kunnen geven. Maar een feit is dat wanneer banken mensen gaan beperken in het opnemen van hun eigen tegoeden, let wel, hun eigen tegoeden, al dan niet SRD of al dan niet vreemde valuta, dan gaan mensen hun gelden niet meer storten bij de banken. Omdat de burger gaat er dan van uitgaan dat hey, als ik mijn geld toch breng naar de bank, waar het overigens altijd veiliger is, houd dat ook wel vast, maar dat de mensen niet gegarandeerd zijn dat ze hun opnames naar eigen behoeften kunnen doen, daar hun principe, hun eigen geld gegijzeld wordt door de banken. Dus de burger, hun gelden worden gegijzeld. Dat de banken de burger niet voldoende kunnen voorzien van hun tegoeden, al dan niet in SRD of al dan niet in vreemde valuta, dat is een verantwoordelijkheid van de bank. De bank heeft een afspraak met hun cliënten dat de cliënten kunnen voorzien van hun middelen naar eigen behoeften wanneer ze dat nodig hebben. En daar kunnen de banken niet aan voldoen. Dus de banken moeten daarvoor wel verantwoordelijk gesteld worden. Waarom de banken de middelen van de burger gijzelt. Dat de banken een interne probleem hebben, dat is hun zaak. Dat is niet de cliënt hun probleem. Dat betekent dat ze hun huishouden, hun eigen organisatie, ja, minder goed hebben gedraaid. De debakel omtrent die 200 miljoen kasreserve is nog vers in uw geheugen, waarbij mensen tot nu toe niet kunnen verklaren wat er met die kasreserves zodanig zijn gebeurd binnen de Centrale Bank van Suriname. U kent dat ook nog. En waarvoor men allerlei soort overeenkomsten tussen de banken en de Centrale Bank heeft moeten maken om toch nog hun gelden, let wel, de gelden van de banken, die ze als waarborg hadden gegeven bij de Centrale Bank, dat ze die wel zullen terugkrijgen, maar allemaal in een gefaseerd moment kunnen krijgen. Dat is ook nog bekend. Maar uiteindelijk is niemand verantwoordelijk gesteld tot nu toe. Niemand is tot nu toe verantwoordelijk gesteld voor datgene wat is gebeurd. Nog iemand bij de Centrale Bank en nog mensen van de banken op zichzelf zijn verantwoordelijk gesteld voor datgene wat is gebeurd. Want de tegoeden waarmee men is omgegaan, zijn tegoeden middelen van cliënten, al dan niet individuele burgers en al dan niet van bedrijven. En niemand is overigens verplicht, zijn eigen middelen die verdiend is geworden te storten op een bank. Er is geen verplichting. Het is goed gebruik en altijd goed gebruik dat wanneer je over middelen beschikt, je dat ter borgen stort bij de bank, ook rekening houdende dat je voorheen wat rente over kon krijgen en dat je ook ervan het kon trekken van je rekening zover je dat wenste. Dus de banken die moeten met een betere verklaring komen. Die burger heeft niks aan het verhaal, want dat boeit niet. Wat de burger interesseert, ik heb een afspraak met je en op basis van die afspraak heb ik mijn tegoeden voor jou gebracht. Als jij een intern probleem hebt en je kan je bedrijfshuishoudens niet draaien, moet je je interne bedrijfshuishoudens niet teruggeven op de cliënten, want dat heb je die cliënt niet gezegd. Dat betekent, je hebt een interne organisatieprobleem. Dat heb je. En daarvoor moeten de banken de fouten bij zichzelf gaan zoeken. En datgene zelf niet voor die cliënt zetten. Wat er nu gaat gebeuren, dat als burgers hun tegoeden, al dan niet in SRD of al dan niet in vreemde valuta, en wetende dat ze dat niet in voldoende mate terug kunnen krijgen, gaan burgers die tegoeden thuis houden of in hun bedrijven zelf houden. Dat betekent, er gaat minder geld naar die bank gaan. Er gaat gewoon minder geld naar die bank gaan. Maar het is altijd gevaarlijk. Het is altijd gevaarlijk om cashflow thuis te hebben. Want dat brengt
je leven mogelijk ook in gevaar, want niemand wil geld in huis houden. Want daarvoor zijn bankinstellingen ook voor gecreëerd. Bankinstellingen zijn gecreëerd, breng je geld voor me, ik bewaar je geld, je krijgt een dubbeltje voor terug. En de banken werken overigens met gelden van klanten. De banken zijn over het algemeen dan niet goed omgegaan met de bescherming en de waarborging van de gelden van de klanten. Dus die banken moeten met een betere verklaring komen. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, meneer Parijs, goedenavond. Ik heb ook een probleem betreffende met de bank. Ja, ik heb namelijk een perceel verkocht voor een ondernemer. Die man is een projecteigenaar, een hoteleigenaar en een eigenaar van een opkoop van goud. En doet zaken met de centrale bank. Het is namelijk zo, ik heb alle bescheiden via de notaris en de quitantie. En ik wilde een deel van mijn geld storten bij de Surinaamse bank. Vandaag nog, hè. En ze hebben mij gezegd van, ik moet weer een andere verklaring hebben van de ondernemer, van waar hij dat geld heeft gehaald. Is toch, het kan toch niet? Ja, het kan wel. Het kan wel. Waarom het kan? Omdat er een heleboel restricties in de wereld tegenwoordig zijn, dat de banken wel willen weten van waar die gelden vandaan komen, omdat die gelden kunnen komen, niet speciaal gelden van jou, maar ik praat algemeen, de gelden kunnen ook komen vanuit een illegale circuit. Dus banken hebben recht om te vragen van waar gelden komen, vooral als het om grote bedragen gaat. Begrijpt u dat? Ja, maar ik kan toch niet in privé van die ondernemer gaan, toch? Nee, maar u brengt het geld. Dus dan bent u verantwoordelijk. Ze kunnen u vragen van waar hebt u dat geld? Want u brengt het. Ja, maar alles gaat via de notaris. Maar dat geeft niet. Begrijpt u? De men wil wel weten van waar komen die gelden. Als ik plotseling met de koffer van geld, ik noem maar met een bedrag van $1 miljoen de bank binnenloop. Dan gaat die bank mij wel... Het is een regel. Denk je dat de ondernemer mij een verklaring gaat geven van waar hij dat geld heeft gehad? Maar dat is jouw probleem en die ondernemer. Dat is niet de banks probleem. Dat is jouw probleem. Begrijpt u? Dat is niet... Als ik morgen... Nee, ik geef jou voor. Als ik morgen de bank binnenloop en ik loop met $11.000 naar binnen, die bank heeft het recht om mij te vragen van waar kom ik van dat geld? En het is normaal, als je een bedrijf hebt, dan leg je over dat het van mijn bedrijfsinkomsten komt. En dan is er geen vuiltje aan de lucht. Begrijpt u dat? Ja, maar daarvoor heb ik dat bewijs. Met quitantie en van de notaris. Nee, die notaris is niet verantwoordelijk. Want dat geld is niet van de notaris. De notaris is gewoon een overdrager van een akte. Niets meer. Ja. Niets meer. Dat geld is niet van de notaris, toch? U hebt dat blijft wel zo, hoor. Nee, u gaat het moeten verantwoorden. En dat is overal ter wereld zo. Als u naar een het gaat van... Nee, ik leg u alleen maar uit. Want ook als u een bank in het buitenland binnenloopt, gaan ze u vragen, hè? Nee, maar gaat de ondernemer daarmee meewerken dan? Dat is uw probleem en die ondernemer. Is niet die banks probleem. Want die bank heeft geen overeenkomst met die ondernemer van u, toch? Ja. Begrijpt u? Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar vraagt u die ondernemer dat ik geef me een verklaring van waar je dat geld hebt. Als die ondernemer zegt, kijk, het is uit mijn bedrijfsinkomsten, dan is er toch geen vuiltje aan de lucht? Zo. Ja. Super, maar goed, dank u wel. Ja, soms zijn niet alle antwoorden datgene wat u wenst te horen, maar zo is het nu eenmaal. Er is overigens een motregeling waarbij als je meer dan 10.000 Amerikaanse dollars gaat storten, ja, je moet verantwoorden van waar je dat geld hebt. En als je een legaal bedrijf hebt, dan is er niks aan de hand. Je gaat iedere dag je cashflow storten, zover je cashflow hebt tenminste. Maar de bank weet dat het van een onderneming van jou komt. En als je een individuele burger bent en je huppelt een bank binnen en je gaat plotseling met $20.000 naar die bank en je zegt die bank, ik wil dat storten. Ja, dan moet je die bank toch wel kunnen zeggen van waar je het hebt. Hè? Dat zijn die regels. Dat zijn geen regels in Suriname alleen overigens. Dus je moet niet denken dat het zijn allemaal nieuwe, aangepaste, gestandardiseerde regels die overal ter wereld worden uitgevoerd. En dit om te voorkomen dat mensen, minder goede mensen, laten we dat ook zo zeggen, gelden brengen die afkomstig zijn van drugs, gelden zijn die afkomstig zijn van diefstal, gelden zijn die afkomstig zijn van terreuractiviteiten.
En banken kunnen zich niet daarmee lenen. Als de banken worden gepakt omdat zij gelden innen en in de circuit brengen dat vanuit de illegale sector komt en het wordt internationaal bekend, wordt zo'n bank als een paria bank beschouwd. Dat betekent niemand in de wereld wil dan zaken doen met zo'n bank. Als u begrijpt wat ik bedoel. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, heer Bekan. Ja, goedenavond, meneer. Eigenlijk een aanvulling op wat die vorige beller en wat we bellers over hadden. U weet zelf dat in de goudsector, als ik morgen 100 gram goud vind op een concessie of weet ik veel waar, en ik breng het paar goud voor een zo'n opkoopcentrum voor goud, zo'n compra di oro, dan kreeg ik wel mooi US dollars contant. Deze mensen hebben een deal met de banken, dat ze dus in feite altijd grote hoeveelheden dollars moeten hebben, omdat die garimperos de hele dag kunnen komen met 10 gram, 5 gram, 100 gram, 30 gram. Dus zij houden dat geld. Later brengen ze dat goud voor Chinezen die het opkopen. Dat is ook een bekend circuit. En die Chinezen maken het giraal over op de bankrekening van die cambiohouder. Dus op die manier worden die contant, de dollars, continu weggesluist. Dat bar geld. En die Brazilianen en al die Delvers, die gebruiken dat goud. Geld om het in te wisselen bij de Chinezen en die kopen het zwart en zo blijft het in dat circuit hangen. Bijna geen hand gaat het stort op de bank. Vooral niet in deze tijd waar je maar $170 kan lichten. Dus dat wat u aanhaalt is inderdaad gevaarlijk om zoveel geld te stellen. Maar aan de andere kant wordt het zelf in de hand gewerkt. Want deze mensen moeten die hoge, grote hoeveelheden de US hebben daar elke dag om die garimperos uit te betalen. Dus kan de overheid daar helemaal niks aan doen, want ik had vorige keer ook gebeld en ik had ook voorgesteld van waarom heffen jullie overal ter wereld, als je in Brazilië goud vindt, moet je 1 US per gram betalen aan goudbalans. Waarom de IAM Gold en Newmont die betalen toch ook royalties aan het land als ze goud exporteren? Deze mensen vinden goud, ze betalen geen rode cent belasting en dan betalen ze ook niet eens belasting op de US die ze daar contant vangen. Ik bedoel, recht voor één, recht voor alle, toch? Ja. Dat is mijn, dat is mijn opmerking even. Is goed, dankjewel. Kijk, goud is ook een verhandelbaar product. Wanneer mensen iets minder goeds willen doen, dan is het alleen geld, vreemd geld, euro, Japanse yen, pond sterlings of Amerikaanse dollars die men wegbrengt. Men brengt ook goud weg. Omdat goud kan je overal ter wereld verhandelen. Goudprijs is een commodity dat gewoon iedere dag op basis van de beurzen een prijsnotering krijgt. En de verhandelbare munt van goud is Amerikaanse dollars. Goud wordt verhandeld in Amerikaanse dollars in de wereld. Dus ik kan die mensen begrijpen dat als ze hun goud hebben gevonden, ze Amerikaanse dollars willen, want de goudprijs kan iedereen vinden op internet. Het is geen rocket science, goudprijs wordt niet bepaald door iemand. Je gaat op internet en je vindt de goudprijs van de dag. En ook van het desbetreffend uur, want het is een commodity die in prijs schommelt ieder moment. Het hangt ervan af hoe de wereld reageert op dat moment. En goudprijs heeft een vrij goede notering momenteel in de wereld, omdat we weten dat de wereldeconomie gedownsized is door COVID-19 en mensen met hun gelden weinig kunnen beleggen, dan kiezen ze goud als uitkomst om als belegging te doen. Je kan ook in goud investeren, je hoeft niet per se in een bedrijf te investeren. Op iedere internationale beurs of via een goede internationale broker kan je ook in goud investeren. Dus goud is een product, dat is een verhandelbaar product. Die garimperos of wie dan ook, die mensen die hun goud, ik kan ze begrijpen, ze willen Amerikaanse dollars ervoor. Omdat ruilmiddel bij hun, in hun systeem, is Amerikaanse dollars, is US dollars. En als u me vraagt hoe kunnen we dat in gareel brengen, in goed overzicht, dat is altijd een grote uitdaging voor iedere regering geweest, ook voor de regering. En ook een uitdaging voor deze huidige regering. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ja, goedenavond meneer Farid, met Inder.
Ja, goedenavond. Ik wil even terugkomen van de bank. Dus er zijn namelijk wetten zo dat wanneer je bij de bank gaat storten, dat je moet kunnen bewijzen van waar je het geld hebt. Geen moeite daarmee. Maar waarom beperkt de staat ook de notarissen niet? Want als ik een perceel bijvoorbeeld verkoop, mag ik een contante transactie plegen daar bij de notaris op kantoor? Dan vind ik dat de staat dat ook moet gaan stopzetten en zeggen van luister, het moet kom met een bankbewijs. Een stortingsbewijs en dan mag je zo'n akte passeren. Dus ik vind dat de staat debet in deze zaak, hoor, dat wat is een, dat betreft. Dat is een heel goede opmerking. Ja. Ik ben... Nog wat, ik zie dat de EBS nu aan de Kopenhagenstraat nu die palen echt een beetje van de weg houden. Een beetje afstand. Want ik ga eerlijk zeggen, kijk naar andere landen, maar in Suriname is het zo erg dat bepaalde wegen je rijdt. Als je je auto op stop brengt, kan je het elektrisch paal gewoon omhelzen vanuit je auto. Zo dichtbij zijn dingen op straat. Voilà, dat er zoveel palen worden aangereikt, maar toe voor haatrijders hoor. Je kan 20 of 30 rijden, maar je gaat niet mix en je raakt die paal aan. Dat was een fijne avond. Is goed, u ook, dank u wel. Die eerste opmerking is een correcte opmerking. Er vinden cash-transacties plaats binnen de notariaten, vooral waar het gaat om het verkopen van percelen. En als je bij een notaris gaat, ik weet niet alle notarissen, maar het komt wel voor, dan zie je vaak een enorme, hoe noem je dat ding, een money machine, een telmachine, waarin biljetten worden geteld. Er vinden cash-transacties daar plaats, waarbij overdrachten plaatsvinden. Het is geen onaangename opmerking die ik maak, maar die beller heeft wel gelijk van, kijk, als je die cash-transactie wil plegen, laat dat via de bank geschieden. Dan is er ook wel degelijk overzicht van waar dat geld vandaan komt. Dat is een hele goede opmerking. De vraagstelling is, wil die overheid dit meenemen? Want er kan ook iemand, ik zeg niet, ik beschuldig geen mensen, ik maak een algemene opmerking, houd dat vast. Er kan ook iemand gewoon met een 2 miljoen zak, vuilniszak naar binnen lopen bij een transactie. En er wordt real estate gekocht. Want de notaris is niet verplicht om te vragen van waar hebt u dat geld. Dat is niet zijn werk, want hij is geen bankier. Hij is gewoon een overdrachtsagent, wat we dan noemen een notaris, bij wet ingesteld, volgens regelgeving ingesteld. Maar hij hoeft mij niet te vragen. Hey, Fawaka, Pier, hoe kom je aan die vuilniszak? Dat interesseert hem niet. Hij moet ervoor zorgen dat die overdracht plaatsvindt. En het zou niet slecht zijn... Als je wil weten, want er wordt veel verhandeld in real estate, in gronden wordt er verhandeld, op dagbasis wordt er verhandeld. Als je goed overzicht wil hebben, dan kan altijd gezegd worden, maar dan moet er een aangepaste regelgeving komen, dat er geen financiële transacties binnen die instellingen mogen plaatsvinden en dat die met een bankstorting moeten komen. Dan is dat systeem wel in onze banking system, dan is er ook een beter overzicht. Maar dat is ook weer een uitdaging, hè? Het is ook weer een grote uitdaging om dat te kunnen instellen. Dus het is geen slechte opmerking van de beller van daarnet. Dit is Kalajur Kult ten aanzien van de EBS-palen. Onze wegennetstructuur is een oude wegennetstructuur. Het is heel oud. Als je kijkt naar de Quattaweg, is nog steeds 6 tot 7 meter breed is de Quattaweg. De palen zijn dichtbij op elkaar, omdat ons wegennet... Dat is een oude structuur. En toen onze wegennet zo'n 50 jaar geleden, 60 jaar geleden werd aangelegd, had men nooit kunnen bevroeden dat er zoveel voertuigen zouden komen in tijd. Men heeft het niet kunnen inschatten. En waardoor de palen inderdaad dichtbij op de weg zijn. Heel dichtbij. En als je niet oppast, soms ook buiten je eigen schuld om, is dat bij de eerste en de beste manoeuvre die je maakt, je tegen een paal komt. Al rij je niet hard. De palen zijn op een x-aantal meter van elkaar gezet. Het was nog bekend dat toen Rabin Parmeser directeur was van de EBS, hij was een post-directeur van de EBS, was hij begonnen met het aanleggen van nieuwe beton palen ten behoeve van de EBS. Aan de Kopenhagenstraat onder andere waren ze ermee begonnen. En ongelukkigerwijs in een bepaalde omgeving zijn 2 van die betonpalen neergestort, omdat de fondering daarvan niet goed was, toen niet met het project gestopt. Maar bij die nieuwe aanlegging van die nieuwe palen, die betonnen palen, had men wel degelijk rekening mee gehouden met afstand tussen de straat. En dat kunt u merken bij een paar van die betonnen palen die reeds gestort zijn geworden. Het had een verdere afstand van onze wegdek.
Dat had men wel gedaan. Het project is onvoorzien gestopt. De betonnen palen waren gestort. Twee van de palen zijn neergestort omdat het bleek dat de fundering niet optimaal is geweest. En daarna hebben we geen beeld en geen geluid meer van het project gehoord. U bent in uitzending. Goedenavond. Bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond meneer. U bent. Ja, goedenavond. Kunt u wat, zo, kunt, u wat, ik, kunt u wat luider praten? Dank u wel. Hallo. Ja, ja. Gaat u gang. Ja, het is namelijk zo dat ik €100 uit Nederland heb ontvangen. En via Godot. En ik kreeg 50 in de hand. Met de mededeling dat 50 achtergehouden wordt als een soort dekking. En volgende, bij de eerstvolgende verzending kreeg je alles in handen. Dus, dus wat ik in vervolg ga krijgen. Dus iemand heeft 100... Maar die 50 kan ik niet krijgen voorlopig. Dus iemand heeft €100 voor u overgemaakt? Ja. En u kunt niet aan die €100 komen? Ja. Maar dat mag niet. Nee, ik kreeg 50. Maar waarom hebt u 50 gehad? En niet... Ja, maar ik dacht, ze kunnen maar geen antwoord daarop geven. Ik moest 100 krijgen. Ja, het enige wat ze van u kunnen inhouden... Dat en het is op de bank. Ja, wat ze van u kunnen inhouden zijn dat administratieve kosten en transactiekosten kunnen ze inhouden. Een 1 of 2%, dat kan, maar men zou u nee, wel... Het is, dat is het, u gelijk. Maar het geld ligt daar, ik kan er niet afkomen. Ik weet niet wat ik moet zeggen hoor, dan moet u... Als een soort dekking... Maar een dekking... Een dekking van ik wat? Ik denk aan de kwestie van de centrale bank voor die spaarhouder. Maar een dekking van wat? Want ik begrijp het verhaal niet volledig. Wat hebben ze u gezegd? Wat is die dekking? Dat die 50 moet blijven bij de banken. En het is uw geld? Ja. Okay. Mijn geld, ja. Overgemaakt naar op mij. Op mijn rekening. Ja. Oké, okay, ik heb er geen antwoord op. U zou terug naar die bankier moeten gaan, hè? Daarvoor. Ja. Maar ik dank u. En ik vraag aan die dame, die medewerker. Het is opdracht van Hoograand. Maar hoe kan dat? De Hoograand werkt bij een bank niet. Een Hoograand zijn onzichtbare handen. De top is het. Oké, ik... Ik bedank u. Ik ga even kijken als ik misschien... Het is Godot, hè? Zei u Godot? Ja, Godot, ja. Misschien zal ik even vragen waarom als ze er een antwoord op willen geven. Oké, dank u wel, meneer. Ik hoop dat het goed voor u komt. Ja. Zo, we nemen dit aan ter kennisgeving, want dit zijn opmerkingen die burgers maken. En de burger heeft zijn eigen verhaal erover. We hopen dat als bankautoriteiten, bankinstellingen, PR-afdelingen van de banken eventueel meeluisteren, waar ze overigens niet verplicht op zijn, ze zijn niet verplicht, dat ze ook wel altijd mogen inbellen. Ze zijn altijd welkom, onze deuren zijn altijd open, om in te bellen, om eventueel aanvullingen te plegen en waardoor ook correcties aan te plegen. En het zou goed zijn als ze daarvan gebruik maken. Maar ze zijn daarvoor niet verplicht. U bent niet verplicht om te participeren in Kalajorkal, dat heb ik u altijd gezegd. Maar het kan ook zo zijn dat de banken misschien iets willen vertellen. Wel, we verwelkomen ze bij deze als ze een melding willen maken, een correctie of waar nodig zelf een aanvulling. En ik denk dat banken met een vlotte PR-afdeling wel gebruik van moeten maken om... De klanten eventueel, hun klanten van hun respectieve bank, zover er geruis is, om die klanten toch wel even gerust te stellen in deze. Goedenavond, u bent in de uitzending. Dit is Kalajorkal. Goedenavond, meneer Pian. Ik zou het volgende willen zeggen. We hebben niet alleen mismanagement gehad in het gehele land wat betreft de regering. Maar het is ook duidelijk dat de banken heel veel mismanagement hebben gehad. En de burgerij zit nu met heel wat papieren van alle kanten. De regering probeert natuurlijk haar best. Maar om aan valutas te komen en SAD te komen, die verdwenen zijn. En als het goed is in de miljarden,
Dan zou ik willen voorstellen dat de regering gewoon inwisselplicht van het geld houdt. Een nieuwe SAD is ons geïntroduceerd. Om eigenlijk alle weggesluisde gelden binnen de kortste keren weer boven water te halen. En u mag komen wisselen zoals u wil. En daarna komt de fiat of de belasting in zit. Ik begreep je verhaal. En dan hebben we dat hele gat gedicht. Ik begreep je helemaal. Misschien moest ik president zijn van het land, want... misschien moet je president van de centrale... Misschien moet je president van de centrale bank worden. Oké. Okay. Maar ik begreep u. Ja? Ja. Oké, okay, dank u wel. Kijk, wat deze meneer zegt is geen gek idee. Maar, en waar zegt hij om? Waar gaat het eigenlijk om? Als wij... En dan praten we over de SRD. Want SRD, daar heeft de staat, heeft de centrale bank de bevoegdheid aan de hand van hun eigen aangelegenheden. Hebben ze de bevoegdheid om die SRD te drukken. En de SRD wordt geprint in het buitenland. Dus waarover deze meneer het heeft, als zoveel miljarden aan SRD niet te vinden zijn, want iedereen heeft een verhaal, maar niemand weet precies van waar het verhaal komt. En die SRD's zijn niet te vinden, maar ze zijn wel ergens. Want je moet het besteden of je moet het ergens verborgen houden. Dan is het geen gek idee van dat die overheid zegt van jongens en meisjes. Doordat ik niet weet waar al die miljarden zijn. En die miljarden die komen maar niet boven water. Om wat voor redenen dan ook. Dat we per 1 januari 2000, ik noem maar wat hoor, is maar een voorbeeld. Aan de hand van die meneer's idee. En zegt van, er komen nieuwe biljetten in de omloop. En u hebt, we hebben dit model al gekend in Suriname. In de jaren 80 hebben we al gekend dat onze biljetten verruild moesten worden. Tijdens het militair bewind. Dat hebben we al gekend. Dus maar nu wil hij het doen en het is geen slecht idee. Oké, dan gaan we andere biljetten, nieuwe biljetten in roulatie brengen. Hè? Compleet nieuwe biljetten. Dan mag u het komen inruilen, 1-op-1. U mag het komen inruilen. Wel, dan gaan mensen die inderdaad die gelden ergens verborgen houden, somewhere, want het is ergens, wel, dan gaan ze wel naar een bank moeten toestappen om die biljetten in te ruilen. Hè? Maar tegelijkertijd zegt hij ook nog, en daar is die tweede mooie, dat is een heel mooie, dan zet je een bataljon van fiat mensen. Fiat is de benaming van de Nederlandse belastingrecherche, hè? Maar wij kennen die benaming. Die Nederlandse benaming kennen we ook. In Suriname noemen we het weliswaar geen fiat, maar het is bekend in Nederland als een fiat. Dat is de belastingrecherche. Wel, dan zet je bij ieder wisselinstelling, dan zet je iemand van de belastingrecherche. En die zegt, meneer, goedemorgen. U bent vandaag komen inwisselen en u hebt 500.000 gebracht. Oh, we zijn zo blij, welkom. De bankier die helpt u, want dat is zijn werk. Ja, maar die fiatman zit vlak daarnaast. Met een stoel. En die noteert direct. Oh, meneer X, gefeliciteerd. Hier hebt u uw nieuwe biljetten. Maar er wordt genoteerd. Zo kan je wel alles dat onzichtbaar is, zichtbaar maken. Daarover heeft die meneer het. Het onzichtbare wil hij zichtbaar maken. En dat zijn modaliteiten die ingevoerd kunnen worden. In India heeft Moody het ook ingevoerd. Maar Moody heeft het daar ingevoerd omdat er zoveel miljarden aan Indian Rupee gewoon bij mensen thuis waren. Miljarden waren thuis. In koffers, in huizen, in flats. En een andere reden waarom Moody het ook had gedaan, omdat er in India veel vals geld in de omloop was. Veel valse Indian Rupee biljetten waren in de omloop. In de billions waren ze in de omloop. En die Indiaanse regering had op een gegeven moment geen overzicht meer. Want die valse biljetten werden natuurlijk somewhere gedrukt, waarvan niemand wist. Men had vaker vermoeden dat die biljetten of in India ergens werden gedrukt, of ze werden in Pakistan gedrukt, of in Bangladesh werden gedrukt. Maar die illegale biljetten kwamen ook in de omloop in India. En er waren zoveel Indian rupees ergens, maar niet in circulatie. Moody heeft nieuwe biljetten uitgebracht. Hè? En er was een total panic situation ontstaan in India. En die panic situation was niet zozeer ontstaan bij die arme man, want die arme man die heeft geen geld. Dus hij is helemaal niet in paniek. Maar al die mensen die hun billions aan Indian rupees hadden
verborgen in hun huizen, in kluizen, onder bedden, in matrassen, in kasten, die hadden een breed groot probleem. Want ze moesten het gaan inwisselen. Die hadden een breed groot probleem. Dit verhaal wat u gezegd, als u zin hebt om er verder over te lezen, kunt u terug gaan vinden op Google. En dan moet u het search op somewhere op India Central Bank. Dan gaat u dit verhaal wel terug kunnen vinden. Dus het is maar een idee van een beller. En we zeggen onze beste kennis van Kel Ajurkel zit niet aan deze kant, maar zit aan de andere kant. Dat zijn de mensen die luisteren en kijken. Dus het zijn allemaal goede ideeën die een overheid moet durven te nemen. Moet durven te nemen. En dan gaan we die film wel anders zien. Dan gaan we die film wel anders zien. Want als jij geen geld hebt en je hebt het niet onder je matras, hoef jij je geen zorgen te maken. Laten we zeggen, je hebt wel, maar jij behoort niet tot die contrainen die geld verborgen houdt. Je mag je geld verborgen houden, uiteraard. Zolang het jouw suite is, mag dat wel. Maar dan heb ik het in het bijzonder voor mensen die geld verborgen houden, die uit een illegale grijscircuit komen. Ja, die mensen gaan zenuwachtig worden. Maar jij gaat niet zenuwachtig worden, geloof me. Jij gaat helemaal niet zenuwachtig worden, want jij gaat heel normaal naar de bank gaan. Heel normaal, want jij hebt niks te verbergen. Dus de mensen die zenuwachtig worden, zijn mensen die het verborgen houden. Die het verborgen houden. Geen gek idee. Dat is een goed voorstel. Ik ben benieuwd. Als de Central Bank, onze centrale bank, in samenwerking met de regering, dit idee wil gaan uitvoeren. Dit is Rashid Pirkans Kalajorkal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Dit is de woensdagse aflevering. We zijn er iedere woensdag en we zijn er iedere zaterdag te beluisteren en te zien. Te beluisteren via de radiostations en te zien via RBN TV of al dan niet Alpha Televisie. De regering is van plan de veerboten weer in werking te brengen. U weet dat we in het verleden, voordat de Jules Weidenbosbrug gebouwd werd, bekend als Bosjebrug gebouwd werd, moesten wij de oversteek doen naar Meerzorg en omgekeerd naar Paramaribo via de veerboten waarvan de dienst onderhouden werd door SMS. Mensen die gebruik hebben gemaakt in die tijd van die diensten, die kennen alle leuke, mooie verhalen, maar ook de minder goede verhalen. Toen die Weidenbosbrug werd gebouwd, lag het overigens nooit in de bedoeling dat die veerverbinding stopgezet zou worden. Het lag nooit in de bedoeling, want die boten waren nog in de vaart. De aanloopbruggen, alles was nog gewoon intact. Maar op de een of andere manier, door het enthousiasme van de bouw van de brug en door het enthousiasme van de burgerij, had niemand meer interesse om naar die veerboten uit te kijken. Omdat we allemaal dachten dat door die brug we het verkeer konden ontlasten en dat die oeververbinding ons sneller naar onze destination kon brengen. En dat is ook inderdaad gebeurd. Maar wat niet gebeurd is, het verkeer is niet ontlast geworden. Die brug, de spitsuren, dat is een totale ellende. En daar hebben we gemerkt nadat we na een paar jaar gebruik hebben gemaakt van die brug. Nu is de regering weer van plan veerboten in werking te stellen. Echter is het bekend dat deze veerboten, het project dat de regering wil gaan uitvoeren, niet zal uitgevoerd worden door de overheid. En dat is een goede instelling. De overheid moet niet meer in dit soort operaties gaan, omdat we hebben gezien in het verleden dat dit soort operaties altijd verlieslatend zijn, corrupt zijn en de overheid heel veel ellende heeft. De bedoeling van is dat er een openbare inschrijving gaat komen, waarbij mensen die geïnteresseerd zijn te participeren in het project kunnen gaan deelnemen in die inschrijving, zodat het een private onderneming wordt. Dus burgers, bedrijven mogen deze operatie gaan draaien met hun eigen geld. Met hun eigen geld mogen ze het gaan draaien. Er gaat nog een tender voorkomen en dat is een goed besluit dat de staat niet meer dit soort operaties gaat uitvoeren. Goedenavond, u bent in uitzending. Zo lang al. Ja, goedenavond. Bedankt voor het wachten. Geduld is ook een schone zaak. Inderdaad is geduld een schone zaak. Maar tegenwoordig kost bellen 1 zoveel per minuut. Ja, maar het is ook onze kostbare uitzending. Ja, ik wil mijn bijdrage bij deze leveren. Gaat uw gang.
We hebben namelijk een consumentenbond in Suriname. En helaas gaat er weinig of niets van die organisatie uit. Er zijn klachten over het bankwezen. De banken hebben meegewerkt om dus de tegoeden van de burgers over te maken naar de centrale bank. Die banktegoeden die zijn oneigenlijk gebruikt. Ze zijn in elk geval uit de circulatie gehaald van de banken. En nu zijn de banken bezig om dus de cliënten op de meest onbehoorlijke wijze te benadelen en nodeloos oponthoud te bezorgen. Daarnet heeft u het gehoord. Eigen overmakingen in valuta. En de persoon kan dus niet het volledige bedrag krijgen. Dat is ongebruikelijk. Het is onbehoorlijk. Wat we ook meemaken is dat de banken geen afschriften meer leveren. Maar wel voor elke transactie bij de ATM-machines kosten in rekening brengen. Die variëren van 4 gulden tot 2,50. Over de nutsbedrijven heb ik het al gehad. De maatschappij Telesuur bijvoorbeeld, die stuurt ook alle in geen tijden notas. Ja, ik doe het via inhouding bij de bank. En het is een beetje een tricky zaak dat wanneer je dus een uitdraai gaat halen, dat je dan merkt dat er een bres geslagen is in je saldo. Ja, en dat je dus achteraf moet gaan reclameren en vragen hoe dat allemaal komt. Om kort te gaan, het lijkt alsof wij Surinamers een cultuur op nahouden van klagen. En het is jammer dat we na zo'n intensieve verkiezingscampagne en zoveel goede wil en beloften, dat wij als kiezers en rechtgeaarde burgers op het ogenblik tegen het leven gefrustreerd worden. De overheid is inderdaad erin geslaagd om de afgelopen 3 maanden op tijd de salarissen, pensioenen, etc. uit te betalen. Ik weet wat een gigantische taak dat geweest is. Maar dat weerhoudt de overheid niet ervan om dus niet met, ik durf haast zeggen, projecten die gewoon een afleidingsmanoeuvre zijn. Ik heb het over de bruggen. Ja, als men zou praten over 2 veerboten, Paramaribo Meerzorg, op de meest korte termijn, dan kunnen we erin komen. Maar goed, ik maak het te lang. U wordt bedankt voor uw aandacht. Ja, men zegt in het Surinaams, if jeme no bende, ati ben sapriti. Dus het is goed dat we een uitlaat hebben. Ja, en bedankt voor de gelegenheid mij geboden. Ja, u ook bedankt voor uw tijd en dat u uw kostbare tijd heeft willen gebruiken om ook mede te participeren in deze uitzending en ons te verrijken met uw kennis. Dank u wel. Laten we even terug. Ik wil even terugkomen op die Consumentenbond. Die Consumentenbond bestaat al jaren. Maar er is een groot verschil tussen onze Consumentenbond en de Consumentenbond van Nederland en eventueel die van Amerika. Wat is er met onze Consumentenbond? Die heeft geen structuur. Het heeft geen structuur. Waarom? We willen wel dat die Consumentenbond ons vertegenwoordigt als cliënt. Dat willen we wel. En die opmerking hebt u terecht gemaakt. Maar niemand wil een bijdrage doen in wat we noemen een contributiefonds,
zodat die bond, die organisatie, zich kan versterken met kennis en know-how van derden. Want je moet kennis en know-how hebben, wil je als bond iets aankaarten bij een instantie of al dan niet bij het bedrijfsleven. Het moet goed onderbouwd zijn. Je kan niet gewoon binnenhuppelen en met een bla-bla verhaal komen. Maar wij willen wel dat die bond haar werk doet, maar 10 jaren al weet ik dat niemand zelf 5 cent wil betalen aan een vorm van funding, zodat die organisatie zich kan versterken en met die funding en de versterking van die organisatie men een sterke bond heeft. Dat willen we niet doen. Dus vandaar dat je ook niks gaat horen. Ik neem die consumentenbond niet serieus. Ik vind het wel leuk wat ze doet, maar het boeit mij niet. Het boeit me niet, omdat ik weet dat met alle bedoelingen van hun, ze die know-how en die manpower niet hebben, maar ik heb u ook opgesomd daarnet, waardoor het komt. De Nederlandse consumentenbond en de Amerikaanse consumentenbonden, want daar zijn er meerdere, Amerika heeft er 300 miljoen inwoners, dus wereldgrootste economie, die organisaties worden met de miljoenen voorzien en hebben gewoon complete instituten. Elk nieuw product in deze goed georganiseerde landen die op de markt komt, worden door de consumentenbonden gescreend. Ze worden technisch, whatever, gescreend om die consument te adviseren of dit product nog goed is te gebruiken of niet goed is. Daarom zijn in dit soort landen als Nederland, we nemen Nederland als voorbeeld, omdat we Nederland kennen, maar ik ken Amerika ook, u zult het hoogwaarschijnlijk ook beter dan mee kennen, zijn alle bedrijven en instanties die producten en diensten verlenen, heel angstig voor die consumentenbonden. Heel angstig. Want als een consumerorganisatie een negative report uitbrengt, dan mag je je product van de schappen halen. Je mag je product van de schappen halen. Maar onze bond, ja. Wat kunnen ze doen? wat kunnen ze doen? Ze hebben geen instituut. Ze hebben geen know-how. Omdat we niet willen betalen ervoor. We willen alles. Hoe moet die orga draaien? Als ze een expert gaan inhuren om uw bankprobleem te analyseren, of onze bankprobleem te analyseren, laten we het ons noemen, moeten ze expertise inhuren die kennis hebben van banking operation systems, en die mensen moeten betaald worden. Wie gaat die mensen betalen? Oké, dan zijn we weer op punt nul, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is Kala Jorkal, is de woensdagse uitzending. De meneer heeft een opmerking gemaakt ten aanzien van die bruggen. Ik weet niet of het een afleidingsmanoeuvre is, maar dat zijn diepte-investeringen. Het zijn geen investeringen die je morgen gaat zien. Het zijn wenselijkheden en die een overheid wenst te gaan doen. Een brug over de Marowijnen, leuk dat president Santokje het hier vertelt, maar die brug komt niet morgen. Nee, die brug gaat eens komen, maar je moet een projectie hebben. Je moet een gedachte hebben van wat je wil. Maar dat komt niet morgen. Die brug over de quarantaine, die komt ook niet morgen. Maar je moet wel weten wat je wil om te zeggen, ik wil een projectie hebben over 5, 10 en 15 jaar. En die projectie moet je nu beginnen te maken. Maar niet dat het morgen komt. Dus dat zijn diepte investeringen die een staat wil gaan doen. Die korttermijn investeringen, directe investeringen, dat zijn dingen die we direct zien. Dat zijn wegen, dat is water, dat zijn scholen, dat is verlichting, dat is energie, dat zijn die straatpalen, dat zijn die investeringen die je direct kan zien. Maar een brug is een diepte investering. Zou bij wijze van spreken die brug komen over 5 jaar, dan ga je voordeel ervan, ga je hoogwaarschijnlijk naar 5 tot 10 jaar er zien. Dus pas over 15 jaar nadat het gedropt is. Hij is gedropt in 2020. Waar ga je het voordeel van zien? Hoogwaarschijnlijk in 2015. Maar je gaat hem niet zien in 2026. Dan ga je hem niet zien. Is dat als die Weidenbosbrug, toch? Die brug is gekomen. Wat hebben we gezien? Mensen kunnen zich makkelijker verplaatsen. Wat niet is gekomen in Komowene, en dat vind ik heel teleurstellend, en dat heeft dan niks als zodanig misschien met de overheid te maken. Er zijn geen gigantische investeringen gekomen in Komowene, wat men wel had verwacht dat die brug tot stand zou brengen. Er zijn geen grotere projecten gekomen. Waar je kan zeggen, daar zijn bedrijven zich gaan vestigen en daar kunnen een aantal mensen werk verlenen.
Dat is jammer genoeg niet gekomen. Althans, nog niet gekomen. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond. Dat mevrouw Ligia. Dag mevrouw Ligia. Wat de beller had gezegd voor deze meneer, om dat geld te wisselen of zo. Hij heeft iets uitgelegd. Nou, dat is prima. Heb ik deze hele week gezegd. De president moet dat geld en dan ga je zien hoeveel geld naar buiten komt. En ik denk dat de grote bedrijven, ik zal geen naam noemen, maar we kennen de grote bedrijven. Als ik kijk, ik ben zelf dagelijks in het verkeer. En al die dure auto's die gereden worden, daar praat ik niet over de ministers en zo, maar gewoon de bevolking, dan weet ik ook waar dat geld vast zit. U hebt een vermoeden. Ja, vermoeden, laat me dat zeggen. Ik heb een vermoeden. Ja. Dus wat die vorige meneer heeft gezegd, dat moet de president doen. Echt waar. Dan ga je de poppen zien dansen. Dank u wel. Dus die mevrouw ondersteunt inderdaad de gedachte die het beller naar voren heeft gebracht over het uitvaardigen van nieuwe biljetten. En tegelijkertijd bij het uitgeven van nieuwe biljetten direct aangeplakt een goede belastingcontrole daarop. Ik ga even eruit, dames en heren. Ik ben straks weer terug. Ik ga even een korte reclamebreak nemen, want u weet, deze uitzending moet ook bekostigd worden. Begrijpt u wat ik bedoel? We moeten ook energie betalen. We moeten machines hier afschrijven. Onze lichtvoorzieningen, u weet wat ik bedoel. En daarvoor hebben we wel onze adverteerders ook voor nodig. Dus wat we gaan doen, ik ga even eruit. En ik ben straks weer terug met Merkel Aadjorkel. Blijft u standby. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot Rashid Pierkans Kalajorkel. Dit is gisteren, vandaag en morgen. Dit is de aflevering voor woensdag 21 oktober 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. We gooien weer de telefoonlijnen voor u open en we maken er een mooie uitzending van u en ik samen. En we luisteren graag naar uw mening en uw positieve adviezen in deze. Vandaag zijn er tot nu toe, moet ik zeggen, geen onaardige adviezen gekomen. Een van de mooiste adviezen tot nu toe in deze is de nieuwe biljetten in werking brengen. Om al het zwart geld dat overigens mogelijk ergens verborgen ligt, weer boven water te krijgen. En dat idee zal meegenomen worden. Als het uitgevoerd wordt, dat is punt 2. Wat ook bekend is, dat het bedrukken van biljetten, al dan niet nieuwe biljetten of het herdrukken van bestaande biljetten, dat kost geld. Deze biljetten worden niet in ons land gedrukt. Die worden in het buitenland gedrukt. En de drukker, dat zijn geen gewone drukkerijen, dat je hier om de hoek even naar een drukkerij kan stappen omdat er een printmachine daar is. Dat zijn speciale drukkerijen, speciaal papier, zijn speciale coderingen, veiligheidskleppen worden ingebouwd, etcetera. En dat kost geld. Ik zal even proberen na te gaan voor de discussie in mogelijk andere uitzendingen wat het bedrukken van geld kost. Want die overheid moet dat geld ook gaan hebben. Moet dat geld en die leverancier die het gaat drukken, die wil die SRT hebben die hij drukt. Nee, die gaat uiteraard zeggen je moet in een vreemde valuta betalen. Dus zover het een paar miljoen gaat kosten, een paar miljoen, let wel wat ik zeg, het gaat niet een paar SRD kosten. Dan moet ook voorzien zijn dat die overheid over die paar miljoen beschikt om eventueel het idee dat geponeerd is geworden door een beller, te kunnen uitgaan voeren, want je moet het geld ook wel gaan hebben. Maar tot nu toe, leuk idee. Goed idee, een overheid moet goodwill hebben om te zeggen van, oké, dit wil ik ook wel gaan doen. Maar tegelijkertijd zou ze een aantal stappen bij moeten doen om dit goed uit te gaan voeren met haar nieuwe gedachten. Met haar nieuwe gedachten van het in zichtbaar maken van de financiële middelen in ons land. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkel op 25 november. En dat gaat heel erg snel. We zitten vandaag al in oktober. Op 25 november is het 45 jaar geleden dat wij onafhankelijk zijn geworden. We hebben de zelfstandigheid verkregen en de geschiedenis ligt daar. En de meningen van die geschiedenis die liggen er ook daar. En de komende uitzendingen gaan we ook proberen te richten tussendoor naar die 45 jaar onafhankelijkheid van ons land. Vaak genoeg horen we ook wel dat we zeggen, we zijn nog een jonge democratie, we zijn nog een jong land, dus we hebben wat meer tijd nodig en die allerlei verhalen en meningen van dien zijn er. Maar er zijn ook soortgelijke landen.
die soortgelijke landen die ietsje ouder zijn dan ons, 50, misschien 53 jaar, die het verdomd goed hebben gedaan. Heel goed hebben gedaan. Dus het steeds verhaal bijhouden van we zijn een jonge democratie, we hebben tijd nodig om te groeien. Dat zijn allemaal verhalen mogelijk om ons mislukkingen die wij gedaan hebben, ons falen die wij mogelijk samen hebben gemaakt, van het minder goed doen te kunnen rechtvaardigen onder de benoeming van een jonge democratie. Want waarom hebben andere landen die even oud zijn als ons in onafhankelijkheid, in zelfstandigheid, het relatief veel beter gedaan? De komende uitzendingen gaan we lekker erover babbelen. En u mag er vast over gaan nadenken, hoor. Doet u dat ook? Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond meneer Pirkan. Ik wil ook mijn bijdrage leveren. Gaat u gewoon. Het is namelijk zo dat... Ik heb eigenlijk een vraag, hoor. De valutawet is afgekeurd. En de centrale bank heeft laatst aangekondigd maatregelen te zullen nemen tegen koersopdrijvers. Dus cambio's, valutahandelaren die ver boven de centrale bankkoers hun valuta verhandelt. Maar wat de centrale bank niet bekend heeft gemaakt is wat de maatregelen precies zal zijn. Want de vraag is nu, de valutawet is afgekeurd vanwege een van deze handelingen. Want meneer Chan, president Chan, heeft eerder gezegd dat de koers losgelaten moet worden op vraag en aanbod. En nu hij president is, dan zie ik de centrale bank ook zo'n maatregel nemen. Dus ik vraag me af, wat is daar verkeerd aan tussen de valutawet en deze maatregel? Maar er blijft nog vraagtekens hoor, want niet duidelijk is wat de maatregelen zullen zijn. Maar inderdaad, om de koersopdrijvers en de prijsopdrijvers op te pakken, hoef je niet te gaan naar de valutahandelaren. Meneer Pirkan, als u naar de boeken gaat van de importhandelaren, kunt u makkelijk zien voor hoeveel koersen ze de US dollar hebben gekocht. Ja? En hun kostprijscalculatie is ook makkelijk te achterhalen hoe hoog ze de koers hebben, de valuta met hoge koers hebben gekocht. Als de centrale bank daadwerkelijk het meent maatregelen te treffen, is dat de makkelijkste manier. Je hoeft niet die man op straat aan te pakken. Hij zijn de bedrijven. En er is nog schaarste aan SRD's. En die SRD's worden gehouden door deze groepen. Ja. Ze starten niet bij de bank. En ik begrijp ze. Want ze mogen niet veel opnemen. Dus wat gaan ze doen? Dus dan gaan ze die SRD's houden. Ja. En ik heb een artikel gelezen van meneer Wolf. Hij heeft gezegd, je moet een vervaldatum zetten bij de SRD's. Dan gaat de mensen automatisch, wanneer de datum nadert, de gelden bij de bank leveren. Ja, en hij heeft gezegd, je moet gaan afromen. Maar ik heb één ding, meneer Pirkan, om dat van die SRD gedoe op te lossen in omloop, is gewoon wetten maken dat men verplicht digitaal gireert. Ja? Misschien kan je dat in fase doen. Ja? Laten we zeggen, die ijsjeman nog niet of die busman nog niet. Maar de groothandel en handelaren en zo zijn verplicht digitaal over te maken. Dus eigenlijk, dat is wat ik wil zeggen, meneer Pirkan. Is goed, dank u wel. Ik weet niet. Wat uw mening is, hoor? Nee, ik hoef niet over alles... Heb je mij een... of niet? Ik hoef niet over alles een mening te hebben. Het is ook goed om soms te luisteren, oké? Okay? Ja, maar is goed, dank u wel, hoor. Dank u wel. Ja, verschillende opvattingen, verschillende meningen.
allemaal van meningen en opvattingen die mensen kunnen meenemen om door te denken met maar één doelstelling, dat er een oplossing gevonden moet worden. Kijk, de centrale bank heeft inderdaad die bekendmaking gedaan en ik heb toen ook gelezen. Reality of life is, de centrale bank heeft die bekendmaking gedaan vanwege haar plicht als centrale bank van Suriname. De centrale bank van Suriname kan als bewaker van de munt niet toestaan dat er parallel markten ontstaan. Dat kan gewoon niet. Dat heeft ze gedaan vanwege haar plichtstelling en als onderdeel van haar taak. Maar reality of life is dat alles wat schaars is, let's be serious in life. Dan mag je allerlei bekendmakingen te doen. Nou, dit soort bekendmakingen kennen we ook uit de jaren 80. We kennen ze uit de jaren 90. We zijn al doorgefietst door deze film heen. We kennen deze film ook al. Dus ik zeg niet dat wat de bank heeft gedaan niet goed is. Ze hebben haar taak vervuld. Ze hebben dat kenbaar gemaakt. Want illegaliteit mag niet. Maar alles wat niet mag en er niet overschot over heerst, gaat underground. Het gaat wat we noemen underground banking, noemen we dat. En wat is underground banking? Als je boven voor me sluit, ga ik beneden werken. Ik bedoel niet letterlijk ik, maar je begrijpt wat ik bedoel. De business gaat normaal doorgaan. Alleen gaat die business vertraagd doorgaan. En die business gaat relatief ook ietsje duurder worden. Hij gaat duurder worden. We hebben dit soort taferelen wel in grotere vormen, niet in deze vormen, maar wel in veel grotere vormen, hebben we gekend in de midjaren 80. We hebben het daarna weer gekend in de begin jaren 90. Toen we ook schaarste hadden aan vreemde valuta. En dan kon je niet komen aan vreemde valuta, want er was niet genoeg. Als onze import is 100 miljoen, ik noem maar een voorbeeld, en er is maar 50 miljoen aan vreemde valuta, de vraag is van waar komt die andere 50? Niet moeilijk toch? Maar die business gaat door. We consumeren 100 miljoen, maar we draaien 50 miljoen aan cashflow in zichtbaarheid. Van waar komt die 50? Ga maar zelf invullen. Dus die business gaat underground doorgaan. Daarom is het altijd goed dat je een vorm van stabiliteit moet hebben, vertrouwen moet hebben in de economie, vertrouwen moet hebben in je bankwezen, vertrouwen moet hebben in je regering, waarbij mensen niet genoodzaakt zijn in die underground business te gaan. Want die underground business gaat bestaan, altijd bestaan, in alle ongeorganiseerde landen heb je dat. Wanneer iets schaars wordt, wordt iets duurder en hij gaat underground. That's the reality of life. U bent in uitzending, goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkan. Kunt u luider praten, dank u wel. Goedenavond, meneer Pierkan. Ja, goedenavond. Ja. Ik wil erover de schaarste van aan SFI's. Het is begonnen sinds ze die checks hebben afgeschaft. Daar is het begonnen. Waarom zegt u dat? Wat? Ik heb ook een bedrijf die vroeger ging ik die werknemers checks geven. Mm-hmm. Oh ja. Maar, ja. Nu willen ze die checks niet. Nu, en ik kan die geld ook niet op hun bankrekening overmaken, want het is een hele probleem daar bij die banken nu ook. Correct. Dus ik hou het geld binnen en ik betaal ze cash. Ik begrijp u helemaal. Ik begrijp het. Ik begrijp het, want dat hebben wij vroeger ook gedaan. Oké. Ik begrijp. Dank u wel. Dank. Inderdaad, het is een goede aanvulling, want soms vergeet je al die modaliteiten die je hebt gedaan als onderneming. En ondernemingen doen dat ook. Ik wil niet generaliseren dat alle ondernemingen doen. Maar het was zo dat iedere onderneming zijn eigen betalingsstructuur heeft met zijn werknemer, zijn eigen betalingsstructuur. En de werknemer maakt dan de afspraken met de werkgever hoe hij zijn verdiensten wenst te hebben. En vroeger was het heel makkelijk, tot nu toe ook. Sommige werknemers zijn de mening toegedaan van wire mijn geld maar op mijn bankrekening. En dan weten ze dat op zo'n datum dat geld op hun bankrekening is. Maar er waren ook werknemers. Het verschilt van onderneming, hè? Hou vast. Het is geen vaste opvatting. Het verschilt van onderneming. Dat sommige mensen zeggen, ik wil het cash in handen hebben. Ik wil het zien. Ik wil het voelen.
En inderdaad kregen mensen ook checks. En de bedrijven schreven dan de checks uit. De werknemer ging dan met de checks naar de banken en deden dan hun contante inning bij die banken. En inderdaad, sinds die checks zijn afgeschaft, en ik vind dat die banken dat niet moesten hebben gedaan. Ik heb dat ook eerder al melding van gemaakt. Men komt met het verhaal van het is modernisatie, want we gaan naar digitaal. En allerlei verhalen van die, laten we zeggen, checks zijn nog heel gangbaar in de werelds grootste economie, dat is Amerika. Dus ik vond het altijd maar een kolder verhaal van die banken, je mag me echt geloven. Ze copy-pasten vaak genoeg alleen van Nederland, omdat ze Nederland bij uitstek kennen, vanwege het feit dat we ook die taal praten. We hebben hoogwaarschijnlijk ook veel meer contact in het Nederland bankwezen en men copy-paste vaak genoeg zaken die in Nederland voordoen. Maar checks zijn normaal, nog heel normaal, in die daily operation van de werelds grootste economie, dat is de United States of America. Wat je hier ook hebt met die checks, dat mensen met gerespecteerde leeftijden, want dat heb ik zelf meegemaakt, daar ben ik nog niet daar, maar je weet wat ik bedoel, ik heb het ook van dichtbij gehoord, dat men vroeger een check kon uitschrijven, de mensen, ze stuurden iemand naar de bank om hun cashflow te halen. Ja, nu kunnen ze dat niet meer doen. Nu moeten die oudere mensen zijn dan genoodzaakt om zelf in die rij te gaan staan. Ik heb dat zelf niet gezien. Ik bedoel, van dichtbij. En ik weet, ik ga alleen maar bevestigen van wat ik weet. De rest hoor ik aan van mensen. En dat zo'n persoon met een hoge leeftijd naar die bank moest. En voorheen kon diezelfde persoon met haar checkboek het bedrag uitschrijven en iemand in de familie vragen, of een vriend of een kennis, om die inning te gaan doen bij de bank. Dus die timing van die checksafschaffing is een incorrecte timing. Het is geen goede timing, vooral ook met die aanvullende opmerking die beller daarnet ook heeft gemaakt. En dat zorgt voor veel ellende, veel meer irritatie en het is zeker niet klantvriendelijk. Men kan niet zeggen dat het klantvriendelijk is. En zover wij digitaal willen gaan, wat natuurlijk heel goed is, want uiteindelijk moet je digitaal gaan, maar men moet een bredere faseplan inbouwen. Surinamers zijn nog niet digitaal ingesteld. Ik zeg het u, ze willen alle copy. Alles is copy-paste van Holland. Vraag een bankier, hij kent Holland. Hij, wat? Ik ken ING. Ik ken ABN AMRO. Ik ken Rabo. Weet je wat ik bedoel? Het is copy-paste. Nederland is een top 10 ontwikkeld land in de wereld. Internet in Nederland, want we willen ons altijd vergelijken met Nederland. Dat moeten we eigenlijk niet moeten doen, want het verschil is verschrikkelijk groot. Het verschrikkelijk is groot, maar we willen dat graag doen. Internet is een daily operation. Het is een vaste ding in iedere huishouden. 99% van Nederland beschikt over internet, al dan niet 95%. Hier beschikken wij niet over internet. We willen dat wel. Het gaat een keer komen. Ik weet dat het een keer gaat komen. Maar het komt niet in die versneld tempo hoe we dat wensen. Het komt niet in die versneld tempo hoe we dat wensen. Wanneer iedereen daarover beschikt, althans de grote meerderheid daarover beschikt, laten we dat zeggen, dan ga je veel meer digitale transacties zien. Dan ga je veel meer digitale transacties. Maar we beschikken nog niet daarover. En terwijl we niet daarover beschikken, en die banken weten dat we daarover niet beschikken, beginnen we wel met hun sterke en scherpere maatregelen te komen. En dat creëert veel ellende bij die burgerij die nog niet in die fase is van wat men wenst. Maar het is wel een goede aanzet. Maar je zou die aanzet in een bepaalde fase moeten doen. Je moet het in een bepaalde fase kunnen opbouwen met de ontwikkeling van het land, met de beschikbaarheid van de burger over die faciliteiten. Dan gaan we het wel krijgen. Want internetbanking is heel erg makkelijk. En mensen die in de legale circuit werken, die hebben geen moeite met internetbanking. Dat mag je me geloven. Die hebben geen moeite met internetbanking. Het is overigens makkelijk als je het hebt. Het is heel gemakkelijk. Maar vele mensen hebben dat niet. Dus het is toch een hele struggle in de economie die men heeft opgelegd aan die burger. En daar heb ik wel een klein beetje moeite mee. Het idee is goed, de faseplanning is minder goed. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pietman. Goedenavond. Ik had een vraag hoor. Elke regering dat komt zegt, die ambtenarenapparaat is een waterhoof. Maar mijn vraag is aan u hoor. Ik weet het niet zo zeer, maar wie behoort allemaal tot ambtenaren? Toch? Dus als ik het zo zie, toch, ze kijken alleen naar die ministeries.
Maar behoren die ambten, die politieagenten, die onderwijzers, verpleegsters, die soort mensen ook niet tot de ambtenaren? Want waarom ik deze vraag stel, ik werk in een bedrijf en laatst zijn een paar mensen uit die bedrijf weggegaan. Ze gaan bij de onderwijs, daar betaalt beter. Dus ik weet het niet. Dus daarom stel ik u die vraag. Misschien hebt u antwoord op die vraag. Toch? Dus ik wil graag een antwoord van u. Oké, dank u wel. Iedereen is ambtenaar die een bezoldiging krijgt van die overheid. Iedereen is ambtenaar die een bezoldiging krijgt van de staat. Dus de politie, die krijgt het van de staat. Die is een ambtenaar, maar hij wordt politieagent genoemd. De leerkrachten, die zijn ambtenaren, maar ze worden leerkrachten genoemd. Op het moment dat je een bezoldiging ontvangt van de staat, van de overheid, val je onder de categorie van ambtenaren. En die discussie van onze ambtenaren, die kennen we. Er zijn heel veel goede ambtenaren. Houdt u dat vast. Maar we hebben te veel. En dat hebben we door de jaren heen gebouwd. Het was een heel makkelijke accommodatie voor politieke mensen die goede mensen hebben genomen. Houdt dat ook vast. Er zijn ook goede mensen genomen. Maar er zijn ook mensen genomen omdat de politiek hun een toezegging heeft gedaan voor een werkaccommodatie. Voor een werkaccommodatie. En waar je een dienst kan draaien met 4 mensen, wordt bij wijze van spreken diezelfde gedienst gedraaid met 8 mensen, bij wijze van spreken. En die buffer en overschot is niet vorig jaar opgebouwd. Het is vorig jaar, het is toegenomen. Maar het is steeds door de jaren heen geweest. Hele jaren heen geweest. En daar hebben we dan, wat we zeggen, een waterhoofd van gekregen. Maar je moet ook vasthouden, er zijn ook heel goede ambtenaren. Wat er gebeurt binnen die ambtenarij, doordat die goede ambtenaren, die er een heleboel zijn, ze zien door de jaren heen dat zij hun best doen. Ze hebben hun ontwikkeling, ze wilden altijd in die ambtenarij gaan. Want voor de overheid werken is een nobel job, zo moet je het zien. Maar wanneer ze binnen die ambtenarij zien dat er komen wat ze noemen parachutisten met minder capaciteiten, maar omdat ze vriendin kennis zijn van een politieke organisatie, ik heb het niet over nu, ik praat over het algemeen, dan zien ze plotseling dat er mensen komen in dat systeem die boven hun taken gaan uitvoeren waarover ze de capaciteiten niet beschikken. Niet beschikken. Die ambtenaar die daar werkt en 10 jaren werkt en dat werk kent, die ziet het, die herkent het. Die ambtenaar wordt gedemotiveerd. Maar hij gaat het niet zeggen, omdat hij ook broodangst heeft. En dat kan ik begrijpen. Hij gaat het niet zeggen. Wat gaat die ambtenaar doen? Hij gaat minder presteren. Omdat hij gedemotiveerd wordt. Omdat hij ziet, ieder ambtenaar weet in zijn contraine wat er gebeurt. Ieder ambtenaar weet dat. Als je iets wil weten van die overheid, vraag iemand die in de ambtenarij werkt. En dan raken die mensen gedemotiveerd. En dan krijg je dat die overheid een lamlendige houding begint te krijgen. Omdat die goede ambtenaren gedemotiveerd raken. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik spreek dat Orlando. Ik heb even een vraag. U had gezegd zo even dat internationaal, ook Nederland, heeft veel... iedereen heeft internet, hè? En het is ook het beleid van deze regering dat iedereen uiteindelijk internet heeft thuis. Dat is het streven, toch? Maar onze salarissen zijn niet verdubbeld, zoals de koers. En Telesur heeft de tarieven. Ze doen hun best, ze hanteren geen 14, maar 12,50. Maar internettarieven zijn wel zo goed als verdubbeld. Dan hoe wil je nou dat we kinderen op internet gaan? Want ik kan niet eens internet betalen. Correct. Voorheen kon ik het wel. Tot vorige maand kon ik het wel. Maar nu wordt het moeilijker. Mijn salaris gaat niet omhoog. Ik begrijp dat. Correct. Weet u, en het zijn geen tijdelijke maatregelen. Alleen als mijn werkgever het beter krijgt. Ik krijg misschien een 10%. 100%. Dus we pinaren toch en mijn kinderen kunnen geen online lessen volgen met COVID. Oké, dankjewel. Dankjewel, meneer. Dankjewel. Ik onderschrijf wat u zegt.
ik onderschrijf wat u zegt. Door de toename in kosten, over de hele linie bij de burger, en hij heeft het dan specifiek over internet alleen, dan ga je ergens moeten inleveren. En internet is in goed georganiseerde landen, dag Finland en Noorwegen, dat zijn die Scandinavische landen, dat is mensenrecht. Dat is niet meer een nice to have. Internet is een must have ding. Is een must have. Is niet nice to have. Hè? Nice to have is als je een fiets rijdt, wat ook rijdt en goed rijdt. Maar een nice to have is als je een hoger, een duurdere auto wil gaan rijden. Dat is nice to have, maar het is geen must have. Dus die internet, ik begrijp die meneer compleet. Ik onderschrijf ook wat u zegt. Ik onderschrijf ook wat u zegt. Mensen over de hele linie hun lonen zijn hetzelfde gebleven. En heeft het ook correct aangevuld? Correct aangevuld. Die overheid is in staat haar loonsverhoging te geven, want die gaat gewoon in de belastingkas maar graaien. En die zegt, oké, de ambtenaren, omdat jullie het vragen, dan ga ik het jullie geven. Ja, maar de particulieren zijn daartoe niet in staat. Een van de simpele, de particulier moet het gaan verdienen. De ondernemingen moeten gaan verdienen. En als die onderneming het niet verdient, hij kan geen geld gaan drukken. Hij gaat niet even zeggen, ik ga naar een drukkerij. Hey, jongens, kunnen jullie wat biljetten voor me drukken? Nee, dat kan die niet gewoon niet doen. Dus er is weer een totale scheefgroei. Waardoor je op een gegeven moment gaat krijgen, wat we een keer hadden. Het was tijdens Venetiaan, was het een beetje beter gebalanceerd. Tijdens Venetiaan, in de tweede termijn van Venetiaan, niet eerste termijn. Tweede termijn. Is het beter gebalanceerd geworden. Maar wat gebeurt er nu? Die overheid concurreert met die particulier. Die overheid concurreert letterlijk met die particulier. Iedereen wil naar Lanti. Om te werken uiteraard. Iedereen wil naar Lanti. Waarom? Lanti betaalt beter. En dat kan niet. Nergens ter wereld, ook in goed georganiseerde landen, betaalt de overheid beter dan een particulier. Nergens in goed georganiseerd. Alleen in Suriname. Alleen in Suriname. Als je voor een government worker bent in de United States, of een government worker in Holland bent, ja, ben je geen goed betaald persoon. Je bent een nobel persoon, omdat je nobel werk doet. Je doet government work. Government work is gerespecteerd werk. Maar het betaalt niet goed. Maar hier betaalt het wel goed. Het betaalt dik. Ten opzichte van de rest van de economie. Daarover heb ik het. De rest van de economie. Het is een totale scheefgroei. En straks gaan die ambtenaren weer krijgen. Omdat er een overeenkomst is. It's just a matter of time. November gaan ze krijgen. En dan gaan ze waarschijnlijk in december weer krijgen. Of dan in januari. Op basis van het feit dat ik een overeenkomst heb. En dan wil ik de ambtenaren niet tekort doen bij deze. Want ook zij zeggen van, mijn geld is geërodeerd. Maar de grote meerderheid die bij de particulieren werken, die bij houtzagerijen werken, die in winkels werken, die in slagerijen werken, die in distributie mag werken. Die gewoon in die particuliere sector, die kunnen niet rennen achter die lonen. En dat probeer ik mensen in die contrainen ook uit te leggen. Je kan die government altijd betalen, omdat het makkelijk voor jou is. Denk een keer aan die particuliere sector. Die overheid juicht iedere keer, en daar ben ik blij, voor 40, 50.000 ambtenaren, ik heb salarissen kunnen betalen. Yippie-ka-yay. Wow, let's party. Yeah. Heb je aan die particulier gevraagd in godsnaam? Hoe betaal jij je mensen? Echt waar? Ik vraag, wie is dat niet ook? Heb je aan die particulieren gevraagd, hoe ben je in staat die mensen van je te betalen, waar iedereen weet, de data ligt er niet om. Reguliere business, legal business, is met 50-60% gedropt. Overal gedropt. Maar hoe ben je in staat dat te doen? Maar ze doen het toch. Maar ze vieren geen feest, omdat ze het doen. En ze maken het ook niet bekend, omdat ze het hebben gedaan. Maar die overheid maakt het wel bekend, want die overheid is trots. De overheid vergeet dat de grote meerderheid bij de particulieren zit. En we willen juist, en daar praat iedere government over, deze ook, maar deze gaat er wel naartoe gaan. Dat kunnen het gewoon niet in 3 maanden doen, dat begrijp ik. Je wil uiteindelijk dat dit land, mijn land, de ontwikkeling door de particuliere sector wordt gebracht en niet door de government. Nergens ter wereld brengt een government ontwikkeling. Niet in de United States of America, niet in Holland,
niet in Londen, niet in Duitsland. Het is de particuliere sector. Maar hier is het die overheid. Oké, dan zit je weer te kijken. Waar is het verhaal van private enterprise moet in de voorlinie komen? Ik zie dat voor. Maar deze regering weet ik wel, omdat ik een beetje dichtbij ben, houd dat vast. Ze hebben dat ideaal wel. Dat de private enterprise de motor moet zijn in het draaien van die economie en niet die government. En niet die government. Vandaar van die veerverbinding die gaat komen. Ik hoef niet te zeggen wie het idee heeft gegeven. Oké. Okay. Het gaat komen. Er komt een tender, een national en een international tender komt er, waarbij private ondernemingen, niet de government, geen sms, geen sms. Private mensen kunnen zeggen, ik wil die operatie draaien. Ik wil met mijn eigen geld die operatie van die verbinding draaien. Ik geef maar een voorbeeld, voor een x aantal jaren maak je een overeenkomst. Je maakt de randvoorwaarden klaar, waarbij je contract geeft aan die man en zegt, deze operatie mag jij gaan draaien. En alles wat je verdient is voor jou. Maar alle hoofdpijn is ook voor jou. Alle winst is voor jou, maar ook alle hoofdpijn is voor jou. En dat is het uitgangspunt van die veerboot. En die gaat komen. Er komt een tender. Dus als jij zegt, je kent mensen in het buitenland die willen participeren om deze onderneming op te gaan zetten, dan moet je meedoen met die tender. Maar het moet geen government operation meer worden. En het gaat geen government operation worden. Dus die zogenaamde veerboten die moeten komen, dat wordt een roll-on-roll of system. Dat zijn niet die boten à la de Marataka. Dat zijn die boten waarbij je inrijdt en erin rijdt en eruit rijdt. Dat noemen ze de roll-on en roll-off veerboten. Die gaan moeten komen. Die gaan particulieren uitvoeren. Maar alles wat ze verdienen is van hun. Alles wat ze verdienen is van hun. En dat is goed. Government moet het niet meer doen. Laat waaien. Ga doorfietsen. Government moet zich bezighouden met het aanleggen van de randvoorwaarden dat derden het kunnen gaan doen. Dat is government work. Government moet zich bezighouden met onderwijs, sociale voorzieningen, infrastructuur. Infrastructuur zelf kan je doen met privé, per private organisatie kan je ook zelf doen. En dat, deze dingen zijn geen nieuwe dingen in de wereld. Geen nieuwe dingen. We moeten alleen durven, we moeten de juiste mensen vinden. Mensen die zeggen, ik wil het gaan doen met mijn geld, met jouw geld. Ga de wereld in toch, want iedereen, soms hoor ik mensen en dan dat, bijna valt mijn gebit eruit. Oh, heb ik een gebit? Oh, heb ik het verkeerd gezegd? Ze praat, ik heb investeerders. Men praat graag, maar men komt heel zelden over de brug met die investeerders waarover men veel praat. Heel zelden. Government doesn't have any money. Simple as that. You want to do business? Kom met je eigen geld. You want to do business? Kom met je eigen geld. De overheid kan je de randvoorwaarden geven als je een legit bedrijf bent. Simpel als dat. Niks meer en niks minder. De overheid moet in die operationele zaken gaan. Al die staatsbedrijven die overheid heeft. Al die staatsbedrijven. Welke van ze maakt winst? Geen enkele staatsolie, die hele trots van ons, heeft men zo'n schuldenberg op die schouder van staatsolie gezegd dat er alleen maar tranen eruit vallen. Alleen maar tranen vallen eruit van een heel goed bedrijf. Er is geen enkel bedrijf dat winst maakt. Staatsolie keert nog pietje puk wat dividend uit, maar in betere tijden, hou dat vast. Onder leiding toen van meneer Jarab en Jarab Plus daarna, heeft staatsolie ook voor miljoenen aan dividend uitgekeerd. Dat moet je wel weten. Maar nu is het een bedrijf dat zwaar belast is geworden. Zwaar belast is. Andere staatsbedrijven van de overheid. Alles verliest geld. SLM heeft 80 miljoen Amerikaanse dollar aan schulden. Ote yopai. Ote yopai amonidati. 80 miljoen US dollar. Als het niet meer is. Suriname Airways. Niet door het personeel. Maar het is gewoon in management, die heeft gefaald in de jaren heen, totaal. Maar als extra is bijgekomen, dat moet je wel vasthouden. En dat is voor ieder bedrijf bijgekomen, ook voor SLM is dat bijgekomen, dat COVID is bijgekomen, waarbij ze relatief bijna geen vluchten op een normale manier kunnen uitvoeren. Internationaal gaan alle airlines over de kop. Alle vliegtuigen zijn geparkeerd,
Niet doordat zij willen. Ze kunnen gewoon die vluchten niet uitvoeren, omdat de luchtruimen van diverse landen zijn gesloten. Dat geldt ook voor de SLM. Dat geldt ook voor de SLM. Maar all companies, government companies, zo zo money naar mijn lassie. Zo zo money, brada. U bent in de uitzending. Goedenavond. Hallo? Is die er nog? Nee, die is er niet meer. Oké, ik dacht dat er iemand was. Maar dit is Kal Ajorkel. Maar u moet mij niet verkeerd begrijpen. Maar de overheidsbedrijven, die konden wel eens goed geld maken. Maar men heeft door de jaren heen, ik ga niet zeggen, Santokki is 3 maanden, je kunt Santokki van iets beschuldigen. Ja, maar we praten over 10, 20, 30 jaar. Die bedrijven zijn gewoon uitgehold. Het zijn uitgeholde bedrijven door verschillende directielieden en hun management eromheen. Uitgehold. Ze hebben geleefd als koningen in de bedrijven, alsof die bedrijven van hun vader was. Zo hebben ze geleefd. Ze hebben nooit gekeken van dat we dit bedrijf 10 keren groter willen gaan maken, 20 keren groter willen maken. Geen enkele directie, maar besteed al misschien na. Ja, Jarab kan als een example voorbeeld genomen. Als ooit iemand gaat vragen tegen mij in welke tijd heb ik geleefd, dan ga ik zeggen, ik heb in 2 tijden geleefd. Ik heb in de tijd van Anthony Nesty geleefd, want die heeft goud behaald. Zo ga ik herkend worden op de Olympische Spelen. En ik heb geleefd in de tijd van Jarab. Maar dat zijn die 2 goede momenten voor mij. Dat ik kan zeggen, wow, these are very good moments in life. You know? U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik wil even iets vragen. We zijn lid van de CARICOM. En als je kijkt naar alle CARICOM-landen, dan hebben ze allemaal een investeringswet. Wij, die met deze nieuwe regering, we praten over zoveel investeerders die willen komen naar Suriname om te investeren. Maar als er geen investeringswet is, hoe gaan die mensen weten wat de regels zijn en gaan ze dan komen? Zijn ze ook zo dom om een investeringswet goed te keuren in Suriname? Ik begrijp wat u bedoelt. Ik begrijp u. Ik begrijp bijna alles wat u bedoelt. Maar oké, dank u wel. Goed georganiseerde landen hebben allemaal een kant-klare investeringswet. Aan de hand van het niveau van het land. Het verschilt per land, hou dat vast. De blueprints zijn niet allemaal hetzelfde. Maar de gedachtegang is wel hetzelfde, maar die blueprints op zichzelf niet. En wij hebben een heel oude investeringswet uit het jaar 0. In de stenen tijdperk is er eentje die ergens huppelt. Maar er moet een blueprint komen. Wil je als jezelf op de kaart zetten als een georganiseerd land, dan moet er een blueprint komen. Santokki is 3 maanden. Dat gaat moeten gebeuren. Er moet een investeringslaw komen. Al dan niet een investeringswet ingedeeld in sectoren. Want iedere sector wordt anders afgehandeld. Landbouw wordt anders afgehandeld. Veeteelt wordt anders afgehandeld. Mining wordt anders afgehandeld. Dus per sector moet die investeringsregeling wel komen. Er is nu international business, dat is ondergebracht onder meneer Albert Ramdien. Ik ben benieuwd, ik ben echt benieuwd, maar deze meneer heeft wel gelijk. Dat er een regelgeving moet komen. Een legale investeerder moet weten waarin hij aan toe is. Hij moet weten waarin hij toe is. Hij moet weten, ik ga naar een land waar er een goede rechtssysteem is. Ik ga naar een land waar er minimaal bijna geen criminaliteit is. Ik ga naar een land waar men niet corrupt is, waar politici niet corrupt zijn. Ik ga naar een land waar ik weet dat ik mijn gelden, zover ik winst maak, dividendwinst of winst maak, dat ik het over kan maken op een veilige systeem. Een legale investeerder heeft bepaalde randvoorwaarden in zijn gedachten voor hij wil komen. En die meneer heeft geen gelijk. En deze dingen moeten komen. Je moet niet iemand bellen. Eva Wakayon, Koksetatori, no, Sepsa. Je vrijt je er niet. No man. Dat zijn voor paria-staten. Isabi, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pietane. Ik wilde vragen waarom wij geen leningen uit het buitenland kunnen krijgen. Kijk, Nederland, ik heb gelezen vandaag in de Waarde dat Nederland gezegd heeft dat ze voorlopig niet aan denken om leningen te verschaffen aan Suriname. Het is moeilijk. We zitten allemaal vast.
De regering wil veel doen, maar ze hebben geen geld om die dingen te realiseren. We hebben olie in de buurt. Binnenkort gaan we olie exporteren of uit de grond halen. Dat kunnen wij op geen ogenblik. Stel je voor als China zegt, oké, ik leen jullie die 2 miljard. Moeten we dat doen met China? Denk u dat we dat moeten doen? Ik vraag me af waarom Suriname zo al iedere keer bot blijft krijgen als ze over leningen praten in het buitenland. Oké. Dat is een heleboel om te vertellen, hoor. Dat is een heleboel tegelijk dat u vraagt om te vertellen. Niemand gaat je geld lenen als je een wanbetaler bent. U moet zichzelf verplaatsen als individu, maar u moet het land in een groter verband zien. Groter verband. Waarom zou iemand mij geld lenen als ik al geld geleend heb en ik kan niet betalen? Dan gaat niemand me willen lenen, want ik ben een wanbetaler. Ik ben een rotzak, om het zo uit te drukken. Tussen aanhalings- en sluittekens. Begrijp je wat ik bedoel? En zo ook van die overheid. Die overheid zit tot schulden dat tussen zijn neusgaten. Die ze hebben geërfd, hè. Die ze hebben geërfd. Dus wanneer je naar een ander land gaat, wil je mijn geld leren. Die man zegt, begin jouw schulden eerst te betalen. Je wil lenen, maar je kan niet betalen. En Nederland gaat ons geen geld lenen. Dat had ik al lang voor. Ik heb het al lang voorspeld. Nederland is geen Nederland uit de tijd van Jan Pronk en Den Uyl. En die mensen, volgens mij zijn ze ook al overleden. En vrede zijn met hun, dat ze rustig mogen zijn, whatever. No, but deze generatie van Nederland heeft geen emotionele binding met Suriname. Oh, wat is Suriname, daar gaan we nog even huilen. Oh, dat is onze kolonie van vroeger. Oh, wat gaat het toch zo zielig met die mensen aan toe. Nederlanders zeggen nu, iedere keer verpest je het. Iedere keer verpest je het. Hoeveel keer hebben we, misschien met mezelf erbij, reken mij ook tot mezelf, want dit is mijn land. Oké? Misschien heb ik ook een bijdrage van succes geleverd, ook een minder bijdrage in minder succes. Dus neem mij in dit verhaal mee. Die land zegt nee, dan iedere keer verpesten jullie het. Wanneer gaan jullie nou in godsnaam een keer goed doen? Nederland gaat geen geld geven. Waarom zouden ze moeten geven? Het is belastingsgeld van die zweet van die Nederlander. Want dat vragen we ze. Als we geld krijgen van het land China, is belastinggeld zweet van die Chinees die in Beijing, in Shanghai, in Wuhan werkt. Onder andere. Is hun zweet. Dat vragen we. Een lening is zweet van iemand anders waarvoor wij niet voor hebben gewerkt. Dat is een lening. Dus ze gaan niet geven. En ze hebben geen ongelijk. Die tijd is voorbij van, hier heb je een zak met geld. En ga kijken wat je ermee kan doen. We hebben 3 miljard Nederlandse guldens gehad. Wat hebben we ermee gedaan? Wat hebben we ermee gedaan? We hebben het in 45 jaar niet kunnen opmaken. 3 miljard Nederlandse gulden. 1,5 miljoen euro, 2 miljoen euro in totaal voor nieuw geld als ik het goed heb. Hebben we in 45 jaar niet kunnen opmaken. De laatste 17 miljoen heeft Albert Randine in zijn koffer meegenomen. In zijn koffer. Nederland zegt, oh jongetjes, je hebt nog 17 miljoen of 7 miljoen over van die ontwikkelingsgelden van jou. Nou, dat mag je nog even hebben. Maar daarmee sluiten we die deur ook. Pak, die deur is dicht. Wat ze verwachten, en dat verwacht de wereld, dat je als land nu een business, een zakkenattitude gaat opnemen en geen bedelattitude gaat nemen. Dat wil de wereld. De wereld zegt, oké, ik wil jullie wel helpen. Maar waar is je business commitment? En niet je politieke commitment en je emotionele commitment. Waar is je business commitment? En dat moeten ze op tafel zetten. En daarmee zijn ze wel bezig. Ik weet het, maar ze zijn wel bezig. Je moet je business commitment zetten. En wat zegt die business commitment? Oké, hier is jullie businessplan. Hier is jullie idee. Dan stuur ik mensen uit mijn land voor jou. Om met jou te komen samenwerken. Niet ik als overheid. Want de Nederlandse overheid doet geen projecten. Ze gaan hun mensen sturen om te gaan kijken, wat voor business kan je doen met Surinaamse partners? In welke sectoren kan je doen? En er komt een Nederlandse zakengroep, een handelsmissie gaat komen, dacht ik ergens in november. Kijk naar die Amerikanen. We horen, Guyana heeft 200 biljoen op papier. Is op papier, hè? Je papier is toch geen geld? Hou dat vast. Dat is een verschil. De Amerikaanse regering gaat niet investeren. The US government does not invest in private enterprises. They do not invest. They encourage
private enterprises in the United States to partner up with local companies. Dat doet ze. De American government gaat niet investeren. De American government heeft fondsen in verschillende instituten van hun. En dan zeggen ze, hier hebben we geld, maar ik ga het je niet geven. Kom met een project en hier is een Amerikaans bedrijf met jou, die wil werken met je. Dat gaan ze doen. Maar die Amerikaanse government gaat geen projecten uitvoeren. De Nederlandse regering gaat ook geen projecten uitvoeren. Wat ze gaan zeggen, ze gaan initiëren. En daarvoor moet die business community nu komen. Dat lam gelegd is, want we zijn lam geslagen. We zijn totaal lam geslagen. Om te zeggen, oké, let's do business. Maar wanneer je business gaat doen, ja, dan gaat alles op papier. Government gaat niet bemoeien. Deze overheid gaat geen enkel business moeten doen. Wat voor business gaan ze doen? Wat, krijla planten? Die krijla moet je hem laten voor die man die het kan. En niet jij moet het doen. Dus zo gaat het werken. Er komt geen geld meer. Er gaat geen geld meer. Nederland geeft haar nog aan haar eigen koloniën. Zoals Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten geeft ze niet eens meer geld. Die zijn nog hun koloniën. Daar wappert de Nederlandse vlag met de koning als embleem en die leeuw ergens daar wappert. Geven ze niet eens geld. Want wat zeggen ze tegen hun eigen eilanden? Jullie gaan slecht om met dat geld. Dus we gaan die kraan niet opengooien zolang je eigen eilanden... Dat zeggen ze tegen hun eigen eilanden. En dan wie zijn wij? We zijn toch een onafhankelijke staat? 45 jaar zijn we straks. Dus ze gaan geen geld geven. Wat zou je gaan helpen? Ze gaan je als government helpen. Government, dat noemen we dan government to government. Ze gaan zeggen, ministerie van Financiën, waarmee kan ik je helpen? Dan gaat meneer Achaiber Singh, minister Achaiber Singh, u kunt mij helpen met institutionele versterking. Met andere woorden, ik heb manpower nodig, ik heb opleidingen nodig om mijn onderdelen van mijn diensten beter te trainen in kenniscapaciteit. Dat noemen we cabeza, geld zetten in mensen hun hoofd. Kennis ontwikkelen. Dat gaat hij het zeggen. Dit heb ik nodig. Ze gaan de minister van Justitie vragen. Heer minister, waarmee kunnen we u helpen? Dan gaat die minister niet komen zeggen, geef me 4 auto's. Hij gaat zeggen, hoepel op. Nee. Dan gaat hij zeggen, u moet mij helpen met kenniscapaciteit. Helpt u mij deze afdelingen opleiden, trainen, in denken, zodat we het beter kunnen doen. Beter. Dus ze gaan aan institutionele versterking doen. Dat gaan ze doen. Maar denk je dat ze met een zak geld komen? Toen in de jaren 70, als een politieke partij naar Nederland ging. Ja, daar werden ze groots ontvangen op Sandré. Heel groots. Want Amonidoro. Amonidoro. Brada, heer, bus bij Gua Sandré. Mala bij hangen. Bentnangen, nagara bij nakken. Vraag aan die oudere mensen. Heer, bus. Want sabibsa. Monidoro. Moni nekomoro. Dus het is geen verrassing. De Nederlandse belastingbetaler wil weten, waar gaat mijn zweet naartoe? Waar gaat mijn zweet? Ik werk en je wil het geven. Ben je gek? Nee, dat werkt niet meer zo. Ze gaan je wel helpen met jouw denkcapaciteit, met jouw institutionele versterking. Ze gaan je helpen om te zeggen, we gaan ons bedrijfsleven in Nederland interesseren. Jongens, kijk nu naar Suriname, want we hebben 10 jaar niet naar gekeken. Want 10 jaar lang was er een regering waarmee wij niet over... door één deur konden. Nu hebben we wel een regering waarmee we door één deur konden. Dus kijk even met vanuit een andere bril optiek naar het land weer. En dat moeten wij aangrijpen. Dan gaan die Amerikanen straks ook komen. Niet met geld. Wat voor geld? Wij willen alleen geld. Gaat die komen? Dan gaan ze ook met een handelsmissie komen. US-based company. Or whatever they are. Dan gaan ze zeggen, wat kunnen we met je doen? Zaken doen. Er komt geen geld. Voor geld moet je werken. Je moet werken voor je geld. En dat moet het uitgangspunt zijn van een good government. Werken voor je eigen geld. En nu hebben ze veel schulden. Waarom zou iemand zijn geld willen lenen? Dus wat ze nou moeten doen met die schulden? Ze moeten die schulden gaan herschikken. Ze moeten die schulden gaan saneren. Ze moeten naar die mensen die geld hebben geleend, die mensen zeggen. Hey, geef me nog, geef me geen ruimte nog. Maar mijn man paai ete fawaka. Una kaprusa san ete wasiksimungwa. Guabacasi. Is net als je auto neemt. Denk het op een microniveau. Laten we op dit hier gaan. Je hebt een auto en je hebt op afbetaling. Want je bent bij de bank gegaan en de bank heeft gezegd, oké, je mag een auto kopen. Maar je moet in iedere maand moeten mij zoveel betalen. Dat noemen ze aflossing. En als je niet op tijd betaalt, dan is er ook nog een boeteclausule erin. Ik praat het heel simpel. Maar kan een moment komen waarbij je even sputtert en in een mapai.
want je jorik, je jorik, je mappa. Dan gaat die bank zeggen, oké, okay, abang in opurawagi. Aman opurawagi. Aman tak, oké, okay, in mappa amondisi, dat wordt drie bank, gichin so gwa bakasi. We gaan het een beetje opschuiven voor je, tot je kan betalen. Want die bank wil jou niet weg als klant, toch? En zo moet je het zien in een groot land. Nou, na sommige schulden, de tap de ma ide. Nou, na zo begi, ik kan go begi. Ik zeg het een beetje makkelijk. Je moet gaan bedelen. Je moet gaan knielen. Van waka. Onen kan. Skoifi chinso. En toen skoifi, dan ben ik in roko. En dan ben ik in payu. Dat zijn ze bezig te doen. Ik leg het een beetje gemakkelijk uit. Want zij komen met mooie termen. Maar je gaat aan schuldsanering. Herschikking. Mooie woorden. Herprofilering noemen ze het. In feite ga je bedelen om te zeggen. Onen kan. In de kan je wat in brek, jongen. Van wakka. In de kan je geen zuurstof. Want je ademtekort. Van wakka. Dan ga je praten met die mensen. Dan heb je ook een keer, hè. Maar geen zuurstof. Maar drie bengi. Maar te drie bengi. Dat en door je pijn met je zo moro. Want je nou laut ook. Je grapje met je. Maar drie bengi. Maar dat en door. In plaats van je geen tjawa. Dan geen eten wat doni. Tapa tjawa. Maar dat moet je. Begrijp je? Dus je gaat een beetje meer betalen, maar je hebt wel zuurstof gecreëerd voor jezelf. En dat zijn ze bezig te doen. Dat je creëert als zuurstof, je zit daar ook op, dat ik kan beginnen wakka. En dat de bang doen. Maar als je een resultaat met een sabete, met een mama te min sabi, maar na kie wat ping, je sabi dat om jou ping, zo ping, dan ga ik het je vertellen. Maar dat is het. Life is very simple. Geld gaat niet komen. Niemand gaat met geld, geen enkele overheid gaat met geld in een zak komen. Het is zielig, het is jammer, maar dat is fact of life. Het is voorbij dat we naar Sandra konden en een minister ontvangen omdat hij uit Nederland kwam. Want dat deden we toch in de jaren 70. Vraag het aan die oudere mensen. Altijd niet bij Luke Bechinetera. Dan zeg ik bij Guadu Sandra, joh. Je was zo bad, mala, monidoro, allemaal dansen, yeah, yeah, yeah. Grapje, Mickey, no, koproces in jouw kom. Nou, maar tegen koroko samen, kodu zaak. Jij moet ook zweten voor je geld. Je moet ook leren zweten een keer voor je geld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil niet onaangenaam zijn met deze bewoordingen. Want het is ook mijn land. Is ons land. Maar dat is het leven van vandaag in de wereld. En zo is de wereld ingesteld. En wij kunnen die wereld niet veranderen. Wij moeten ons inpassen in wat die wereld van ons vraagt. Wij kunnen die wereld niet vragen. Wie zijn wij? Suriname? Ah, kom nou. Wat is dat? Nee. We moeten ons inpassen en leren werken in het groot model van de wereld. En als we dat gaan kunnen, wat een paar jaar gaat duren, houd dat vast, dan kunnen we ons in de rij zetten van georganiseerde landen. Dan kunnen we ons in die rij zetten. We moeten leren in die grote wereld te werken. Ik bedank u, ik groet u en vergeeft u mij als ik verkeerde bewoordingen heb gebruikt. Dat is niet mijn bedoeling. Neem die goede zaken mee. Laat die minder goede zaken achterwegen. En ik bedank u ook bij deze voor uw correcte opmerkingen, uw correcte ideeën. Vandaag zijn er leuke ideeën gekomen die mensen kunnen overwegen en kunnen doortrekken. En we hopen dat we zo verder kunnen, dat we al 25 jaar doen. In Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Een fijne avond verder. Ram Ram Namaskar Goede Hafiz. Zalam Alaikum. Dit was Farid Pirkan voor Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dag.